Goedemorgen, Bas. Ja, we wisten dat verkiezingen aan zouden komen, maar toch nu in één keer 4 juli. Dat is wel vrij snel, hè? Ja, dat is over 6 weken. Ja. En wat je zegt, Bas, het was inderdaad onverwacht. Natuurlijk, iedereen wist, nog voor het einde van het jaar, had Sunak zelf ook gesignaleerd, zouden er verkiezingen komen. Ja. Maar men hield rekening met september, oktober als de meest mogelijke kans, de beste kans voor Sunak en de beste opties. Maar hij schijnt ook besloten te hebben dat er geen betere opties zijn dan maar nu. Mm. Het lijkt politieke zelfmoord. Ik bedoel, wie gaat er naar de stembus als je 20 percentagepunten achter ligt, hè, op je grootste tegenstander? Ja. Niet slim, maar wacht op het najaar. Dat biedt ook geen garantie dat het er dan beter uit zou zien voor de Tories. En daar zou Sunak rekening mee hebben gehouden. Ik bedoel, jullie is gewoon de beste optie uit een hele reeks slechte opties. Ja, de ja. Inflatie kelderde nog lager gisteren. Dat is positief. Het IMF voorspelde een zachte landing voor de Britse economie. Is ook positief. Er is een kans dat een eerste vlucht met vluchtelingen uit allerlei landen naar Rwanda zal opstijgen. Dat is ook een overwinning voor Sunak, die daar heel lang voor geijverd heeft. Dus ik denk dat hij besloten heeft dat het niet beter gaat worden. Precies. Dus maar 4 juli, 4th of July. Nou, in Amerika is dat nu gewoon een feestdag. De dag van de koloniale Brexit, als het ware. Is de oppositie, Keir Starmer, Labour Party, zijn die er klaar voor? Je zegt dat, die ligt ver voor in de peiling op dit moment. Ik denk het wel. Inderdaad, de gedoodverfde winnaars. Het zal niet vanzelfsprekend worden voor de Sociaaldemocraten, voor Labour, om in het parlement een meerderheidsregering te vormen. Dan heb je echt een verschuiving nodig van conservatieve kiezers die nu op Labour gaan stemmen, die groter was dan toen Tony Blair zijn verpletterende meerderheid won in 1997. Maar Labour staat er goed voor. Wie er niet klaar voor is, is de Reform Party. De partij die vroeger UKIP heette, die toen overging in de Brexit-partij, ja. Die toen iets werd wat ik vergeten ben, en nu dus Reform heet. Precies, de club van Nigel Farage, hè? Ja. Precies, Nigel Farage gaat vandaag duidelijk maken of hij wel dan niet een rol gaat spelen in die Reform-partij. Hij heeft daar nog wel mee te maken, maar achter de schermen. Die partij gaat inderdaad de conservatieven bedreigen in een aantal zetels, maar heeft het geld niet, de mankracht niet. Nee. En ik denk dat dat ook een reden is geweest voor Sunak om te beslissen om over 6 weken al verkiezingen te houden, omdat hij weet dat die film gewoon niet klaar is. Ja, maar kan hij winnen? Je weet het, hè? Inderdaad, veel slechter kan het niet. Maar kan hij nog winnen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, alles is mogelijk. En dat is het leuke van deze verkiezingscampagnes. Ik bedoel, wie er ook wint, het wordt een record. Hè. Wat ik zei, Labour heeft een historisch grote verschuiving nodig van de stemmen. En als inderdaad Sunak zou winnen, dan zou dat groter dan de comeback van Lazarus, in ieder geval de grootste politieke verrassing van deze eeuw zijn. Downing Street 10 denkt, en terecht denk ik, dat in ieder geval naarmate de campagne vordert, de partijen in de peilingen naar elkaar kruipen. Dus dat het verschil tussen de een en de ander veel kleiner zal worden. En dat de conservatieven op zijn best een groot deel van de achterstand inlopen. Maar het kan beter. Stel dat Sunak wint, dan zou dat, zo'n prestatie zijn. Ik bedoel, voor de conservatieven om 5 verkiezingen, 5 overwinningen achter elkaar te halen, dat is inderdaad ongehoord. Maar, en dat is het leuke van dit soort campagnes, je weet het nooit. Er kan altijd, en er gebeurt altijd, iets onverwachts wat alles kan veranderen. Ja, nou, dat gebeurde gisteren ook meteen. Hè? Even luisteren hoe dat ging. Het is een stukje campagne vanuit Downing Street 10. Now is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request and we will have a general election on the 4th of July. Ja, nou, dat was de officiële aankondiging. Stond hij in de badkamer, of niet? Nou, dat niet helemaal. Het was wel net zo regenachtig in de badkamer. Maar Lia, je hoorde muziek op de achtergrond. Keiharde muziek. Ja, dat is echt. Ik eerlijk gezegd, ik keek ernaar, ik begreep niet, ik zag niet.
ja, ik wist niet wat ik zag, wat ik hoorde. Ja. Een drijfnatte Sunak, voor de voordeur van Downing Street, die iets oplas, waarvan leek alsof hij er niet echt zelf in geloofde. Mm-hmm. Het was niet krachtig of hoopvol. Ja. Bovendien overstemd door. Ja. Voor jou is het misschien een niet duidelijk geluid, maar iedereen in Engeland weet, dit is het clublied van Labour. Een idiot of een grapjas aan de andere kant van Downing Street had keihard op de dit nummer gezet. Ja. En dit nummer wordt al sinds jaar en dag geassocieerd met de overwinning van Tony Blair eind vorige eeuw. Mm-hmm. Dus natuurlijk, Things Can Only Get Better heet het, zoals je begrijpt. Werd dat natuurlijk Things Can Only Get Wetter. Dus vanochtend ook ongeloof, boosheid bij de conservatieven over de optiek van die aankondiging. Weet je wel, het lijkt een beetje een premier die verloren is, verloren lijkt, weinig zelfvertrouwen uitstraalt in de regen. En dan ook nog dat nummer op de achtergrond. Ja, dat is toch wel pijnlijk. Nou, dit belooft wel de komende maand in ieder geval een campagne die aanloopt naar 4 juli. Want dan mogen de Britten naar de stembus. Dank je voor je toelichting, correspondent in Londen, Lia van Beckhoven.